Peter, dit is Motortest TV en welkom bij een nieuwe video. En in de video van vandaag ga ik het met jullie hebben over de mooie duffelbag, de mooie grijze duffelbag die ik deze solo reis dit jaar achterop mijn motor had zitten. Want daar ben ik namelijk heel erg tevreden over. En dat ga ik doen bij de winkel waar ik hem gekocht heb, Bartan Born to Explore hier in Harskamp. Ga mee naar binnen, dan kunnen we beginnen. Nou, daar zijn we dan. Goedemorgen Peter. Hey Peter, welkom man. Ja, dankjewel, leuk je weer te zien. Ja. Jullie zien het, ik sta hier in de winkel bij Bartan. Ik heb natuurlijk een tas bij jou gekocht. Je hebt me al op de beurs wat advies gegeven. En ik vond het leuk om de review van mijn tas met jou samen te doen hier in de winkel. Dat vind ik ook leuk. Ja. Nou, per toeval, ik kom hier net binnen. Kijk eens, hier staat mijn tas. Hoe is het mogelijk? Het, ja. Pof, echt de magie van de film. Ja. Het is de... Dit is de Turkana Duffalo, 25 liter. Juist. En ik heb, om gelijk daar maar mee in de deur in huis te vallen, ik heb gekozen voor de 25 liter, want er is ook nog een 35 liter geloof ik. 40 liter. 40 ja. liter. Die is weer een stuk groter. En waar wij het op de beurs al over hadden, ja, je wil het eigenlijk natuurlijk toch compact houden. Je moet jezelf niet laten verleiden om te veel spullen mee te nemen ook. Hè? Dat is een hele goeie inderdaad. Ja. Nou, ik heb in de allereerste video, de voorbereidingsvideo van mijn reis, al een beetje uitgelegd hoe ik mijn bagage heb ingedeeld. Voor jou, ik heb één koffer, daar zat alles voor onderweg in. Eén koffer, daar had ik alles voor de kleding en de toiletspullen in zitten. Dus dat betekent ook dat ik precies wist waar alles zat. Ja. En dat je continu op doorreis bent, wil je dat? Ja. En eigenlijk heb ik deze duffelbag gebruikt voor mijn campingspullen. Oh, en dus die hoefde ik, als ik niet naar een camping ging, ook niet van de motor af te halen. Kon die lekker blijven zitten. Heb jij wat dat betreft qua bagagemanagement dat je zegt van, nou weet je, dat zijn ook nog even wat tipjes? Ja, ik doe het net zoals jij. Ja. Gewoon als je van tevoren je spullen die, als je naar een hotel gaat, dat je die makkelijk mee kan nemen van je motor naar binnen toe. Ja. En als je gaat kamperen, dan heb je die ook weer apart, zeg maar. Precies. Ja. We zijn nu naar het merk Turkana aan het kijken. Maar ik zie hier nog allemaal heel veel meer merken. Ga vooral ook even op de website kijken, want ze hebben heel veel, vooral bagage- en kledingoplossingen. Ja. Dat is denk ik jullie specialisme. Wij richten ons op de motorreiziger. Het mooie van dit soort tassen is dat het niet merkspecifiek is qua motor. Je kunt het in past principe overal op. Past overal op, en dat is het mooie. Er zijn heel veel manieren om tassen aan je motor te zetten. We hebben natuurlijk de ouderwetse shoreband, de grote lompe dingen met metaal eraan. Leg jij even uit wat hier nou het voordeel van is. Ja, wij adviseren eigenlijk bijna altijd rockstraps. En rockstraps die hebben als voordeel dat ze uit twee delen bestaan. Ik kan hem zo uit elkaar halen. En beide delen hebben een lus aan het uiteinde. Ja, dat heb ik ook als heel fijn ervaren. En die kun je dus ergens door je rekje steken en dan haal je hem door zichzelf heen en dan zit hij vast. Ja. De andere kant doe je hetzelfde en dan kan je eigenlijk gewoon je tas bovenop je motor leggen. Dan klik je deze aan elkaar vast en dan trek je hem aan. En doordat één deel van de rockstrap uit zeer stevig bungee, eigenlijk elastiek bestaat, houdt hij altijd spanning op je tas. Ja. Dus als er iets verschuift in je tas of er ontsnapt iets van lucht, dan blijft je tas gewoon vastzitten. Je hoeft niet te stoppen onderweg om even te checken of alles nog wel vast zit. Het zit altijd nog vast. Ja, nou, zo heb ik dat ook ervaren. De korte heb ik gebruikt om de tent aan de tas te monteren. Dat was ook het voordeel waarom ik deze tas gekozen heb. Omdat er heel veel bevestigingslusjes aan zitten. Ja. Ook aan de zijkant. Dus ik had hier eigenlijk een bundeltje van gemaakt van de tas met de tent eraan. En uiteindelijk om die helemaal vast te zetten aan de motor, heb ik alleen maar de lange rockstrips gebruikt. En dat was eigenlijk, moet je het even visualiseren. Ik had hem aan het rek, had ik de bungee gedaan. En aan de andere kant ben ik hem één keer als een achtje er doorheen gaan halen. Een keertje om mijn rek heen geslagen en naar voren toe. En inderdaad flink op spanning gezet. En het bleef eigenlijk perfect op zijn plek zitten. Ja. Daar, omdat we toch met bevestigen bezig zijn, gelijk maar even het nadeel wil ik het niet noemen, maar waar kwam ik achter en ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Je ziet nog een hoop zand erop zitten, dus ik heb echt deze gebruikt. Ik denk niet dat je het kan zien op de camera, maar je ziet hier wat markeringen, kleine slijtageplekken. Wat er namelijk gebeurt met bagage, ja, leg jij het maar uit. Ja, bagage, als je rijdt, ongemerkt beweegt je tas altijd wel iets, hoe strak je hem ook vast hebt zitten. Ja. En doordat dat beweegt, slijt
de onderkant van je tas tegen je rek of je zadel aan. Hier zie je dat er gewoon verf is verdwenen op allerlei raakvlakken. Ja. Dat houdt ook in, dat is ook een van de redenen waarom die tas waar we nu over praten, dat die dubbelwandig is. Zodat als die doorslijt, dat daar nog een extra laag onder zit. Ja. En tussen die twee lagen zit ook een foamlaag, zodat het niet zo snel kan doorslijten op een harde ondergrond. Nee, precies. En wat ik dus gemerkt heb, is als je een, we hadden het hier net al even over, een delicate Ducati hebt met een prachtig mooi stofje over het zadel heen, dat dus juist het voordeel van de tas, dat die zo stevig is en dat het zo super, ik noem het even, want je kan het niet zien op de camera, maar het is een vrij... Het is ruw. Het is ruw, beetje, ja. Laat ik het extreem noemen, een beetje schuurpapierachtig. Dat heeft het voordeel dat het ook goed op de plek blijft en heel stevig is. Maar dat gaat dus ook een beetje schuren op je buddy. En het is dan eventueel aan te raden om ik had uiteindelijk gewoon een heel dun stukje handdoek heb ik ertussen gedaan. Ja. En dan, omdat hij dus met die rockstraps vast zit, het blijft zitten, maar het beweegt altijd. Nou, ja, je ziet het hier op het metaal. Hier is denk ik heel veel kilometers mee gereden. Zeker. Het is ook echt niet zo dat dit na één reis al zo ingesleten is. Nee, dit is 120.000 kilometer. Nou, dus dan mag je nog even, maar het gebeurt. En als je dus zuinig bent op je motor en dit rek kan het hebben, maar als je, zoals mij op de Multistrada, dat niet wilt hebben, doe je even een doekje ertussen. Dan glijdt hij niet extra door, maar dan voorkom je dat schuren mee. En dan moet ik je ook heel eerlijk zeggen, dat is eigenlijk het enige negatieve, als je het al zo negatief zou willen noemen, die ik heb kunnen ontdekken. Dat is eigenlijk niet een negatief aan de tas, want het geeft eigenlijk aan hoe sterk die is. Waarom is die goed waterdicht? Leg jij dat eens even uit. En ik heb een paar regenbuitjes gehad en dat is helemaal goed gegaan. Hij is goed waterdicht doordat er een waterdichte liner binnenin zit die uitneembaar is. Dus die, mocht die vies zijn, versleten of wat dan ook, je kan hem, of stel je voor dat je hier iets op zou willen stikken aan de buitenkant, ja. Patches of wat dan ook, of reparaties die je hier moet uitvoeren, heeft allemaal geen invloed op de waterdichtheid. Want die waterdichtheid die wordt gemaakt doordat die hier gewoon een waterdichte tas binnenin zit eigenlijk. En die kun je er ook uithalen en vervangen. Dus dat heeft, deze stof die is op zich waterdicht. Alleen de stiksels, daar kan wat water doorheen komen. Nou, dat zal in de praktijk heel erg meevallen. Dat is echt bij heel extreem weer, denk ik. Maar doordat die waterdichte binnentas erin zit, komt er geen water bij je spullen die je hierin gebruikt. En wat ik er nog even bij wil zeggen, de lusjes die hier allemaal op zitten, dat zijn niet zomaar lusjes. Dit zijn ook lussen, dat heet het zogenaamde mollensysteem. Ja. En daar kan je tasjes op monteren. Dat kan ik straks wel even laten zien. Oh ja. En uiteindelijk rol je hem op. De tip die ik zag is dat je dus de rolrichting, omdat er geen water in moet gaan komen. Dus als je hem zo op de motor zet en je rolt hem op die manier, dan is de wind en de rijrichting komt er aan die kant op. En dan kan er aan die kant eigenlijk nooit geen water onder komen. Nou denk ik, als je hem zo zet, dan moet het ook nog steeds heel extreem zijn. Maar dat zijn, weet je, als je hem toch erop moet zetten en je kan kiezen tussen linksom of rechtsom, doe het dan gewoon zo. Ja, en verder wat ik zeg, het is lekker proppen in zo'n tas. Dus ik had een slaapzak erin, een matje had ik erin, die had ik erin. Ik had mijn hamer erin en dat was gewoon proppen, lucht eruit. Je ziet ook nog wel eens van die tassen die zo'n ventieltje hebben op de zijkant. Ja. Wat vind jij daarvan? Ik vind dat onzin. Ja, dat is niet nodig. Kijk, de truc is, als je geen ventiel hebt en gewoon elke roltas, zeg maar, je drukt hem eerst zo aan. Of eigenlijk als je hem gewoon dichtvouwt en want dit is heel zacht wat er nu in zit. Als je het gewoon eerst zo naar voren vouwt, dan alle lucht eruit drukt en hem dan oprolt, dan is alle lucht eruit. Ja, je ziet het hier al inderdaad. Ja. Dus dan heb je eigenlijk geen ventiel meer nodig. Nou, je ziet het. Er zitten ontzettend veel clipjes aan die je ook vervolgens weer... Daar moest ik wel even mee rotzooi in het begin. Maar dat stel je eigenlijk een beetje af op het moment dat je weet wat erin zit. Ja, je stel je eenmalig af. Ja, want er zit hier heel makkelijk oprol klittenband stukjes in. Dus de banden zijn veel langer te maken als dat ze nu zijn. Alleen ik heb ze op mijn bagage die erin zat afgestemd. En dan ben ik een klein beetje autistisch. Ik hou niet zo van wapperende dingetjes eraan. Die kun je met een klittenbandje oprollen en dan correspondeert die heel mooi met de lengte die je daadwerkelijk nodig hebt. Ja. Wat ook handig is, is dat je deze handvatten,
Die kun je ook lang maken, zodat je hem over je schouder kan dragen. Ja. Heb ik niet nodig gehad, eerlijk gezegd. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat voor mij de handvatten, want je zegt het goed, ik zeg altijd handvaten, maar het zijn de handvatten, me meer in de weg zaten dan dat ik ze echt nodig had. Omdat ik gewoon niet een heel stuk hoefde te lopen met mijn tas. Dus het was eigenlijk tas eraf halen, tent opzetten. Maar weet je, het is wel handig uiteindelijk. Ja. En wat ik ook dan uiteindelijk deed, als ik de rockstraps eroverheen had, heb je ook altijd nog een klein stukje over. Die kun je lekker mooi overal een paar keer omheen slaan en erin proppen. Heb ik nog wat vergeten, een belangrijke feature van deze tas? Want zo heb ik hem gebruikt en voor mij is dat perfect geweest. Ja, ik zal nog even laten zien hoe je hier dus een mollet tasje op maakt. Ja. Kijk, mollet, dat is een systeem dat werkt met horizontale lussen. En op je tasje wat je erop maakt, hetzelfde. Die heeft dezelfde lussen, maar die heeft ook dit soort straps. Ja. En deze tasjes die leveren we van Turkana, maar die zijn ook bijvoorbeeld te koop bij de legerdumpzaak. Ja. Want dit komt uit het leger, dit systeem. Ja, dit systeem zie je wel bij meerdere merken terugkomen. Het is eigenlijk een universeel systeem. Ja, het is universeel, zeker. Kijk, en je vlecht dit hier dan op, dus je haalt eerst die twee straps hier doorheen. Dan haal je het weer door zichzelf. En zo ga je door totdat je helemaal beneden bent en dan kun je die drukknopjes weer vastmaken. En dat is met name eigenlijk voor als je het echt gewoon eraan vast wil laten zitten en niet continu erop en eraf wil halen. Precies, als je hier bijvoorbeeld een extra benzinefles of zo aan de buitenkant wil meenemen, dan laat je dit zakje hierop zitten en dan neem je die fles, die pak je als je hem nodig hebt. Ja. Of water, kan ook. Ja. En dit systeem zit op, nu heb ik dit als voorbeeld, maar dit kan ook een heel klein tasje zijn. Oké. Nou, dan, jullie horen het, ik ben hartstikke positief over de tas. Hij is veel, veel functioneler als de gele Snickers-tas waar ik vorig jaar mee op stap ben geweest. Die heeft mij wel doen beseffen dat een duffelbag ideaal is. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een goede duffelbag. Nou ja, ik kwam Peter tegen op de beurs. Die gaf mij weer een goed gevoel van, hey, die heeft het vaker gedaan. Die weten wat van, die hebben hier een hartstikke leuke zaak. We zitten in Harskamp, dat is bijna midden in Nederland. Ja. Dus voor veel mensen is het niet veel meer dan een uurtje rijden. Als je vanuit alle hoeken van het land. Ja. Je kan hier alle bagage op je motor uitproberen. Dus even passen om te kijken hoe het eruit ziet. Dat is altijd beter dan het op internet bestellen, wat natuurlijk ook gewoon kan. Ja, ja, nou helemaal goed. Er rest ons nog één ding. Je hebt hier een hele mooie voordeur met stickers erop. We gaan even een Motortest TV sticker hier op de deur plakken. Ja, plak hem er maar bij. Okay. Nou, wat vind je een mooi plekje? Nou ja, de deur moet uiteindelijk vol worden, dus maak jij er een mooi plekje van. Maar bij deze, voor zover het wat voor je waard is, is de Bartan Winkel Motortest TV oké. Hoppakee. Nou, daar zit hij. Top. Peter, dankjewel. Jij bedankt. Voor al je tips en je hulp. Dit was de video voor deze keer. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Voor echte informatie moet je gewoon natuurlijk even hier bellen of naar de winkel toe komen. Dit was de video voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Zo ja, zet dan je duimpje onder de video. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op mijn kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.